kijk naar deze nieuwe video. Ik ben hier vriend voor jullie nog niet weten. Vandaag ga ik aan jullie laten zien hoe dat ik een stressbal maak. Hier zit nog een beetje licht in, zoals jullie wel kunnen zien. Maar het is super leuk als je natuurlijk stress hebt. Daar noem ik het ook een stressbal. Ik ga 2 ingrediënten voor elf maken. Dus ik pak deze. Het zijn kerstkleurtjes, maar ja, dat maakt me even niet uit. Deze heb ik met 2 gemengd. En dus als jullie zoiets willen, het is normaal. En je voelt ook nog een klein beetje van dit zout. Maar ik heb er niet super veel fout in gedaan, want anders geraakt ik het in deze ballon. Dus laat ik maar. Ik heb dus deze shampoo. Toch? Ja, shampoo en zout. Ik ga beginnen met het zout en dat ga ik met de groene kleur doen. Ik pak deze opening. Je hebt er 2 verschillende, maar die is veel gemakkelijker voor hierin te doen. Maar vraag eerst toestemming aan je ouders voor je als je het doet. En dus vraag het maar aan je ouders. Beetje op de tafel. Het zit nu tot hier en misschien horen jullie het al. Het is zo wat crunchy. En dus laat ik er nog wel meer in doen, want natuurlijk moet het ook lekker meer zijn. Je hebt een hele hoop zout nodig als je dit wilt doen. Oké, nu heb ik er ietsje te veel gedaan. Maar ja, nu weet ik zeker dat er geen lucht in zit. Dus laat ik er een knopje in doen. Als je het zelf niet kan, vraag het aan je. Aan je ouders of aan je broer of zus. Want dit is echt super moeilijk. Oké, ja. Oké, dit is dus mijn ballon. Ik vind deze super leuk, want als je erin knijpt, dan blijft gewoon de vorm erin. En dat vind ik echt super leuk. Zie je? De vorm blijft er gewoon in zitten. Dus dat is super leuk. Het is niet echt super knijpbaar, omdat er niet echt super veel lucht in zit tegenover dit. Want zie je? En dit vind ik ook een superleuke stressballon. Ik zal het doen. Ja. Je kunt het in alle vormen doen hoe je het wilt. Het blijft gewoon. Nu maar naar de rode ballon. En hier ben ik ook super benieuwd naar. Maar daarvoor gebruiken we shampoo. Hier zit nog een beetje shampoo van daar juist op. Dus dat ga ik even afvegen met een handdoek. Dus. Handdoek. Want ik heb daar juist best wel heel erg boeltje van gemaakt.
En ik ben ook wel ziek, want ik heb heel veel buikpijn. En zo kan je wat. Ik heb dat wat weer aan die buik. Allee. Nu ga ik weer de rol doen. Ik heb een speciaal shampoo ding. Hier heb ik gewoon een spuitje. En het is ook super gemakkelijk. Je kan dit er gewoon rond doen en erop spuiten. Dus ik ga het proberen om zo te doen. Ik weet niet of het gaat lukken, maar het is echt super glibberig. Maar laat ik het maar proberen. En ik knijp er op. En ik hoop dat er iets uitkomt. Komt er iets uit? Even zien waar het deurtje is. En super veel komt er ook niet uit. Dus laat ik het maar anders proberen. Want anders wordt het hier echt een super warme boel. Ik doe het dan maar zo. Oké, dat werkt ook niet echt. Oké, ik heb hier nog een bus van Bayer staan. Maar het is heel erg glibberig. Dus laat ik het maar even afwassen. Dus ik ga het even afwassen. Maar het zout wil er niet echt van afkomen. Dus misschien ga ik dit dan weer dan niet gebruiken. Want dit is echt super vermoeiend. Laat ik even mijn handen afdrogen. Ja. Dit gaat wel weg. Ik moet iets anders verzinnen voor het erin te doen. Ik wil wel super graag dat ik ook wel dit ga doen. Maar laat ik jullie dan nog maar even in de handen eraf halen, want die heb ik even nodig. Dus dit. Zo. Dus ik heb het deurtje er nu even afgedaan. Dus laat ik jullie. Oké, laat ik jullie er nu maar even afdoen. Oké. Ik hoop dat dit gaat werken. Oké. Oké. Ik ben echt zo blij dat het echt niet gaat lukken. Want het zeep is echt super glibberig. Dus ja, het is nu maar tot. Ja, het is niet
echt superveel. Dus laat ik het er nog maar wat in doen. De let. Ik duw er gewoon wat op hoor. Het maakt niet echt uit welke shampoo je gebruikt. Ja, ik pak gewoon deze hoor. Oké, volgens mij is dit wel genoeg. Wow. Heb je nog iets gegeten, zeg? Oké. Nu ga ik proberen een knoopje in te doen. Want dit is echt super slippery. Oké. Ik hoop dat dit gaat lukken. Oké, het gaat niet lukken, dus ik ga even super snel naar Oké, ik maak het gewoon erger dan het is. Afdrogen, want dat is ook wel nodig. Dan laat ik dit in mijn. Ik heb hier een heel erg zorgig boeltje van gemaakt. Maar mijn twee tjes ballonnen is wel goed. Ik heb er wel drie. Dit is het mengseltje van alle twee. En dit is gewoon maar rare dingy wingy. Dit is het zoutaai. En dit vind ik de coolste van allemaal. En dit is het shampoo. Deelte en dit is geen lucht in, maar dit is gewoon shampoo. Dit lijkt super hard op dit, behalve zit hier gewoon lucht in. Jullie horen het pas zeker niet, maar dit is alleen een shampoo gedeelte. Dit vind ik niet echt super cool of leuk. Dit vind ik cool en dit vind ik leuk. Dit zou normaal gezien cool en leuk moeten zijn, maar dat is het niet. Dat heb ik gezegd wat ik bedoel. En, maar ik ga nu misschien ook even hier water invullen en zien wat dat gaat geven. Dus kom jullie maar even mee. Dus zo ziet het er nu uit. Dus let's go. Oké, dit zal wel vol genoeg zijn. Oh my god. Oké, laat ik het nu al vastknopen, want kom op! Oh my god, dit gaat super moeilijk. Oké,
Dit gaat mooi lak. Oké, ja, 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 ja. Ja, hebs. Oké. Dit is net zoals de shampoo-balm. Maar dit is gewoon super leuk. En misschien als je er in de zomer meer doet, en dan heb je misschien zelf waterballon gemaakt. Bij mij gaat het dus niet kapot, dus dat is een goed teken. Sorry voor het lawaai dat jullie horen, maar ik weet zelf niet wat dat is. Maar oké, dus ik zal jullie... Dit is het waterballon. Dit is het shampooballon. Zie je, het lijkt me wel hetzelfde. Oké. Zie, dit is super cool uit. Ik vind toch dit het super coolste stijlballonnetje. Oké. Dit zijn dus de kleuren. Ik had nog blauw, maar ik weet niet wat ik daarin moet doen. Maar, oké. Dus dit zijn de ballonnen. Dit is eigenlijk nu niet het mengsel van alle drie, maar van alle twee. Dus ja, laat ik dit maar in de schep bewaren voor de volgende keer. Ik ga even dit knopje plaatsen. En ik ga hier nog even super snel kassen. Dus. Ja. Ik ga deze nu ook even weg doen, dus jullie gaan ook even mee. Ik heb nog een boel van mama. Ja, mama, maar ik wil juist deze shampoo weg doen. Ja, wacht even, schatje. Ik heb er wel aan het filmen. Oké, ben er weer en ik ben groter geworden. Oké, nee hoor. Het is gewoon maar simpel. Mijn hoofdbord. Ik ga jullie mee op mijn hoofdborst. Kom mee! Jullie gaan op mijn hoofdborst staan.
zij lekker de achterkant zien wat ik aan het doen ben. Dus... Wat? Vrijdag de 13e en dan is het bij ons altijd ongeluk. Nee. Gaan jullie nog even mee op mijn hoofdbord? Ja, ja, dat willen jullie. Oké. Okay. Ik ga jullie filmen goed dat ik dit altijd doe. Nu kan ik lekker rondzweden. Wow, oh my god, ik voel het. Oké. Vonden jullie deze video nou leuk? Dus dan blijf je op mijn ogen en vergeet natuurlijk niet te abonneren op dit kanaal. En ja, ik heb mijn pyjama broek nog aan, want ik ben ziek. Want ik heb buikpijn. En tot de volgende video. Stop! Doei!